altijd als er een familiegathering was, een verjaardag of gewoon een bezoek, dan moest ik geregeld in de woonkamer een dansje doen. Echt gewoon dansen. Ja, dus mijn voorliefde voor entertainen begon toen al een beetje op te borrelen, een beetje te ontwikkelen. En op een gegeven moment concreet stand-up comedy. We liepen een keer bij Haagse Hogeschool. Ik liep daar langs met een vriendin. En we zagen allebei een spandoek waarop stond: hey, doe mee met open podium, ik kan prijzen winnen, alle disciplines mogen. Ik zei, oké, vet, maar met wat zou ik moeten meedoen? Ik wou echt meedoen, maar ik wist niet met wat. Ik wilde gewoon entertainen, maar ik wist niet met wat. Dus die vriendin van mij zegt, ja, doe anders stand-up comedy. Ik vind je wel grappig. Schrijf gewoon een set van 5 minuten en perform het. Oh. Wat is het probleem? Dit is mijn persistopheid. Wie wil komen liggen op mijn persistopheid?